is vertaald op de 5 kilometer. Want met die fantastische 6.56.82 is Veldkamp voorlopig onaantastbaar. Althans, op die 5 kilometer. Klassement moet die Olaf Kors nog voor zich dulden. En straks, als we de betere rijders ook gehad hebben, ongetwijfeld nog wel een paar. Maar voorlopig ziet het er heel, heel goed uit. Inmiddels kijken we naar Ben van den Burg. Die zo'n prima 500 meter heeft gereden. Die op een zevende plaats afsloot na 38.79. En als Van den Burg in staat is om een goede 5 kilometer te worden, zou hij wel eens de man kunnen zijn die zich nu naar de top van het klassement naar twee afstanden schaatst. Zolt Zacharias, de Oostenrijker van Roemeense afkomst, is zijn, met alle respect gesproken, onbeduidende tegenstander op deze 5000 meter. Wat moet Van den Burg doen? Hij mag 17e van een seconde langzamer finishen dan Johan Olaf Kors om de Noor in het klassement voor te blijven. Met andere woorden, we zullen de tijd van Benny maar eens gaan vergelijken met die van Kors. Dat lijkt vooralsnog het meest reële. Ben die ze nog even wat oprekt voor de start. Door helemaal door de knieën te gaan. Ben van den Burg, ook een van die jonkies eigenlijk nog, 20 jaar nog maar. Op weg nu voor, laten we hopen, opnieuw een prima Nederlandse 5000 meter. De opening van Kors ging in 1904. Veldkamp koos voor een voorzichtiger opening. Maar Benny, die is meteen weg, ook 1904. Hij heeft natuurlijk toch gezien wat er is gebeurd in die voorgaande ritten. Niet alleen die fantastische prestatie van Veldkamp, maar ook het volledig in elkaar gaan van Hatjev. Goed, daar kun je dan nog externe factoren als oorzaak voor aandragen. Maar ook het volledig falen van Geir Karlstad. En dat zal en Ab Kroog en Ben van den Burg toch een klein beetje aan het denken hebben gezet. En een klein beetje tot voorzichtigheid hebben gemaand. De 600 meter tijd voor Ben van den Burg, 51.5. En daarmee is hij al een halve seconde sneller dan Kors. Want kijk eens even hier. Deze brutale Westlander gaat gewoon in 32 blank rond. Is dat nu wel verstandig? Dat is een vraag die je even moet stellen op dit moment. Ja, ik denk niet dat het verstandig is. We hebben net al aangegeven dat we op een buitenbaan rijden. Het is toch iets zwaarder. Het is moeilijker om dan vlak te blijven rijden. We hebben dat ook weer gezien bij Karrestad net. Bart heeft het heel goed gedaan. Er zat een klein verval in. En hoe dit met Ben nu moet? Voorlopig 1.24.5 voor de kilometertijd. Na een rondje van 33 blank, ja, kijk, dat is nu in een volle seconde langzamer. En dat is toch wel verstandig, denk ik. Want hij moet niet eens als een raket van start gaan. Ik denk dat Krokenborg heeft aangegeven, eventjes die rem aantrekken. Probeer in dat ritme van die 32 hoog te komen. En ga je niet forceren. De 1.24.5 overigens was 18e seconde sneller dan de tijd van Kors. Zolt Zacharias die kan zeker niet volgen. Zijn persoonlijke record staat op 7.09. Dat van Ben op 6.50. Er zit zomaar 20 seconden tussen. Kijk, 32.8 was de laatste rondetijd voor Ben. En dat is goed. Dat moet hij nou een beetje proberen te consolideren. Daar zit hij goed. 1.57.4. 19e seconden sneller dan Johan Olaf Kors. 2/10 ook nog sneller dan Bart Veldkamp. Ja, het doet erop zitten van Veldkamp enige winst geboekt in die allereerste fase door die snelle opening. En zal nu dan toch op die hoge 32 moeten blijven zitten als het goed is. 2.30.5, 1800 meter tijd. En de ronde van 33 blank. Dat is goed. Ja, dat is prima. Ben heeft natuurlijk ook een raar seizoen. Hè? In het begin heel erg in de picture gestaan met de World Cup wedstrijden. Toen eigenlijk tegenvallend op het EK, terwijl het toch best een goede prestatie was. Maar hij had meer gehoopt. Toen in alle rust zich teruggetrokken in de Ardennen. En nu hier op het WK. Proberen toch naar die titel te grijpen. 2200 meter voor Ben van den Burg komt eraan. 3037. En dat is een prima tijd. 33-2. Het loopt iets op. Hij is met zijn 3.33, met zijn 3.037 nog altijd 14 seconden sneller dan Johan Olaf Kors. En ook nog sneller dan Veldkamp in deze fase van de strijd. Moet hij niet meer oplopen, 33-2, dat kon dan al nog, maar
Echt vlak is het niet. Zit toch een beetje, ja, een beetje grafiek in de rit van Ben van den Burg. Dan wat sneller, dan weer wat langzamer. Hij komt nu in 33-4 door op de 2600 meter. Dan loopt het toch ook bij hem omhoog. 3.37.2 als tussentijd. Is een tijd die nog 1/10 sneller is dan de tijd van Kors. En ook nog iets sneller dan Veldkamp op dit moment. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet met Ben van den Burg. Het is een periode geweest dat er op de 5 kilometer wat langzamer begonnen werd. En dan steeds sneller gereden. Karstad had daar een handje van, Leo en Gerard natuurlijk ook. Maar nu worden de zaken weer omgedraaid. 33.5. Rondetijd op de 3 kilometer met een tussentijd van 4.10.7. En dan is hij 1/10 langzamer dan Kors. En nog 2/10 sneller dan Veldkamp. Maar die ging voor gewoon heel goed door met die 32ers. Terwijl Kors hier het eerste verval aantekende. Nog even, hij mag 17 seconden verspelen op het schema van Kors om de Noor in het klassement voor te blijven. Kors die de volgende doorkomst in 4.44.3 aflegt en hier is 4.44.2 voor Ben. Zit nog altijd goed. Rondje van 33.4, ja net iets, een honderdste sneller dan net. In ieder geval vlak. Als je dit maar volhoudt, ja, dan blijft hij in ieder geval goed in de buurt van Kors, ook na twee afstanden. En dan zien we morgen wel weer verder op de 1500 meter die door en Van den Burg en Kors buitengewoon snel gereden kan worden. Specialisten zijn het eigenlijk op die afstand. 3800 meter, Kors 5.17.8, Ben 5.17.9, ligt er nu 1/10 seconde achter. Dat is niet erg, 33.7 is de tussentijd tegen de 33.4 die Kors hier liet zien. Hij is natuurlijk wel langzamer inmiddels dan de tussentijden van Veldkamp. Een eindtijd waar hij niet meer aan kan komen. En in het begin van zo'n rit is het vaak dat het op ontspannen slag gereden wordt. En nu is de kwestie van bijten en vechten en doorgaan. Gaan gewoon op je wilskracht. Twee ronden nog voor Ben van den Burg. 5.51.5 had Kors. 5.52.2 heeft Ben van den Burg. En dat is precies die 17e van de seconde die hij toe mag geven. Hij zit dus nu ogenschijnlijk precies gelijk na twee afstanden in het klassement met Johan Olaf Kors. Het gaat moeilijk met Ben op dit moment. Je kan het zien aan zijn techniek. Niet helemaal meer goed overkomend, niet meer goed glijend. Echt bijten is het. En kijk hoeveel kracht je nog overhoudt om door te gaan. Kors had in de voorlaatste ronde een rondetijd van 34.2 genoteerd en kwam er op 6.25.7 uit. En Ben komt op 6.26.2. Hij vecht en het kan nog altijd. 33.9, hij is weer versneld. En dat is ja, toch typisch Ben van den Burg. Een geweldig karaktervolle kerel die dan op zijn tanden bijt en het allerlaatste restje energie wat hij in zijn lijf nog heeft eruit perst om maar een zo goed mogelijke eindtijd neer te zetten. Hij zal totaal los over de streep komen, daar ben ik van overtuigd. Dat is typisch Ben van den Burg. Hij knokt voor wat hij waard is. 7.50. Dat was de eindtijd van Johan Olaf Kors. En hier, Ben van den Burg, hij haalt het net niet, maar de tijd is goed. 7.01.3, hij blijft er door voor in het klassement na twee afstanden. 7.01.13, goede prestatie van Ben van den Burg. Klein beetje wisselvallig gereden misschien dat wel, maar toch op puur karakter zich naar een prima eindtijd geknokt. Dat kun je van Zacharias niet zeggen, die doet het meer zwoegend. Op zijn manier. En dat vertaalt zich dan uiteindelijk in een eindtijd van deze Oostenrijker van 7.25.64. En dat is natuurlijk niet echt een tijd die meedoet. Ben van den Burg, we kunnen tevreden zijn. 80.903 zijn punten totaal. Daarmee staat hij dus voorlopig eerst in dat klassement. Net voor Kors, want die is hij net voor gebleven. Het verschil is heel gering.